Robeek was een van de eerste ondertekenaars van die principles. Ik denk dat ze belangrijk zijn als een startpunt. Wat we nu zien is dat heel veel vermogensbeheerders zeggen dat ze daar iets mee doen. Alleen de mate waarin en in hoeverre je dat in je hele beleggingsproces verwerkt, die wisselt nogal. Bij Robeco proberen we dit integraal toe te passen en heeft het dus zin. Als je in een klein hoekje van een beleggingsportefeuille zegt, ja, ik kan dit aanbieden als de markt erom vraagt, dan beleef je het op een andere manier. Dus principes goed, in de uitwerking moeten we ze serieuzer gaan nemen, denk ik, als industrie. Ja, wij proberen aan te sluiten bij de ambities van onze klanten, of het nou retail of institutionele beleggers zijn. Met ze in een dialoog te kijken wat hun verwachtingen zijn, hoeveel risico's ze durven, kunnen en willen lopen. Wat ze in termen van rendement verwachten, wat hun beleggingshorizon is. En daarbij een advies, een product of een oplossing te bieden. En als ik kijk naar de instroom van nieuwe middelen in dit jaar, dan doen we blijkbaar iets goed, want we groeien behoorlijk. En een van de belangrijke speerpunten in ons beleid is dat we duurzaamheid serieus nemen en vertalen naar onze producten. Er worden beheersvergoedingen betaald. Die zijn in vergelijking met de Verenigde Staten wat hoog. Is het gerechtvaardigd om deze zo hoog te hebben? Ja, het antwoord op die vraag moet ik langs twee lijnen geven. Het eerste is dat als je de beheersvergoedingen in Europa vergelijkt met die in de Verenigde Staten, dan zijn ze in Europa iets hoger. Maar in Amerika berekenen distributeurs daarnaast extra kosten aan hun klanten. Dus de totale cost of ownership, als ik het zo zou mogen noemen, van een beleggingsfonds in de Verenigde Staten is een stuk hoger als in Europa. Alleen die kosten zitten niet in de fondsen, maar in het adviesfee wat in rekening gebracht wordt. Tweede dimensie, dat zit in Europa in de kosten. En in Nederland wordt op dit moment een discussie gevoerd. Met als verwachte uitkomst de distributievergoedingen gaan omlaag. Dus dan gaan de kosten van de beleggingsfondsen ook verder omlaag. Dus ik verwacht dat in Nederland de kosten omlaag gaan. En in een zuivere vergelijking moet je in het buitenland distributievergoeding ook meenemen. En dan zijn de kosten een stuk hoger. Nu banken aan banden worden gelegd, lijkt het of het risico wordt opgeschoven naar beleggings- of pensioenfondsen. Hoe kijkt u er tegenaan? Ja, dat klopt. Risico wordt geprijsd. Dat is op zich goed. Vervolgens moet je ook kijken wie risico kan dragen. Ultiem zijn dat natuurlijk u en ik, hè, de kijkers. En je moet je alleen afvragen of dat je het bij individuen of bij een collectiviteit kunt neerleggen. Nou, het laatste hebben we in de verzekeringsleer gezien, is meestal krachtiger. Maar individualisering is iets wat je in de maatschappij ziet. Mensen willen voor zichzelf sparen en dus zul je ook zien dat het risico opschuift naar individuen. Dan is het vervolgens aan ons, bij Robeco bijvoorbeeld, om daar goede oplossingen voor te bedenken en te zorgen dat die oplossingen ook niet te duur zijn. U zei zojuist dat duurzaamheid een kernwoord is voor beleggingen van Robeco. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Nou, we hebben in Zurich een dochter die heet SAM, Sustainable Asset Management. Daar zitten 120 mensen die de hele dag bezig zijn met duurzaamheid. Hoe kunnen ze dat onderzoeken? En wat kunnen wij daarmee in een beleggingsportefeuille? Die mensen zijn onder andere ook de brains achter de Dow Jones Sustainability Index, waar we wereldwijd ondernemingen bekijken, beoordelen en ook uitspraken doen over hoe duurzaam ze zijn in hun bedrijfsvoering. Dat is een onderdeel van Robeco, waar we ook in Rotterdam graag van hun kennis en inzichten gebruik maken. Dat vertalen in de keuzes die wij maken in beleggingstitels. En dat gaat goed? Dat levert A geld op voor onze klanten en B helpt ons in onze reputatie. Bij Robeco zijn we overtuigd van nut en noodzaak van duurzaamheid om op de lange termijn ook succesvol rendement te kunnen aanbieden.